people of the good land. Can I get a high five? Yes, het is een nieuwe dag. We moeten naar Utrecht gaan. Daar hebben we vandaag een klas activiteit. En daar ga ik dan nu naartoe. Dat is volgens mij vandaag bij Ziggo. Volgens mij. Ik weet niet zeker. Uit mijn hoofd. Zo zullen we wel zien. Ik zie jullie in Utrecht. Ja of nee? Maar ben je er ook duidelijk in de film? Ik ben er ook duidelijk in de film. Ik moet alleen kijken wat het beste is. En dan kom ik naar jou toe, ken naar mij toe wat het beste is. Waar we een film hebben. En dan check ik ook wel hoe. Ja, maar. Ja, voor mensen zeggen ook de video betekent mij van heel veel mensen dus heel erg goed. Ja, heb je dat wel leuk? Heb je wel een studio afgemaakt? Wat is die samen? Ja, ben jij in staat? Ja, maar ik is. Ja, zeg maar echt dat je dat bij heel lang gaat en zo. Dat is alleen één video. Ja. Er zijn wel stukjes van jou waar jij bij bent. Ik zat er wel twee, verschillende vlogs. Maar ik heb een video over dat met Brechtje. Ja, weet je wat het is? Wat ik kwijt ben, vind ik heel jammer. Toen wij zoveel schotten zoals je noemt, en moesten wij dit uitleggen zonder onze wijze, gezicht of wezen. Ja, mooi toch? Praten met woorden. Ja, we moesten de woorden uitleggen, want ik legde het in mijn telefoon zo. Ja. En ik of zo, dan moest jij het daar neerleggen. Ja, spiegelkomen. Ken je nog? Ja, maar ik heb het toch zo. Maar nu. Nu gaan wij dat veel beter doen. Sowieso. Ja, 100%. Ja. Hoe is het trouwens bij de Vredehuis? Dat is natuurlijk een goed makkelijk. Maar ik heb oude beelden, daarvan heb ik niet meer. Dat was een zoeken. Ja. Moeite doen. Hoe jij? Dat is natuurlijk wel jammer. Ja, ik weet dat het recht is. Wat staat die opinie? Ik hoor je bijna niet. Eigenlijk wel. Moet je met de camera even. Ja. Bijna zo. Maar misschien. Ik heb nu sinds voor de kerst heb ik net iets voor de kerst heb ik nu een werkervaringsplek. Dus ja, daar ga ik elke woensdag een halve dag naartoe en elke vrijdag een halve dag. En dan het is gewoon werk, gewoon onbetaald werk. Maar dan nu praten we gewoon gewoon echt bij een bedrijf. Ik laat het veel weten. Maar ik vind het niet 100%. Ik vind het 100%. Maar het is gewoon echt. Yes, het is een nieuwe dag. Het is nog best wel vroeg, maar ik moet nu naar Den Haag stad. Want ik ga voor het eerst even uitproberen hoe het gaat met boksen. Dus daarna naar de stad gaan. En daar meet ik als het goed is. Ik weet niet zeker. Mijn coach. Sportcoach. En dan gaan we naar een spot toe waar boksen wordt gegeven. Want die trainer wil kijken eerst wat ik kan en niet kan, volgens mij. Als ik het goed heb begrepen hoor. Want het is volgens mij ook nog boksen voor Parkinson van mensen, volgens mij. Ik weet het niet precies, zoiets als het ongeveer. Maar waar gaan we dan even kijken wat het is? Ik denk niet dat ik daar kan filmen, denk ik. Maar ik zal wel daarna een training wel even zeggen wat ik ervan vond. Yes, ik zit nu buiten met Bob. Nee, ik heb het binnen met mijn hoofd. Ja, weet ik, Ben.
Bob is de fysio en dit is mijn sportcoach. Ja, en die heeft me net al goed voorgesteld. Zit hier met Ben, ja, dat ben ik. hoe heet dat? Ja, we hebben net een check-up gehad eigenlijk van Andy voor het boksen. Ja. En die had aan mij gevraagd van, hey Ben, ik vind boksen leuk, voetbal leuk, film maken, muziek maken. Zeg maar, misschien iets qua boksen of zo. En bij mij in de sportschool hebben ze dan boksles voor mensen met NAA. Dus vandaag hadden we dan een check-up bij de fysio. En die ging even kijken of alles goed was met Andy, of hij die lessen kon volgen. En het zag er helemaal goed uit. En Andy moest al wat stoten voordoen, dus wat directes en wat hoeken. Ja. En wat pasjes links, voor, rechts, achter. En vlag en wimpel doorheen gehaald. Dus nu krijgen we een belletje. En dan gaan we even kijken of we inderdaad bij de fysio hier in... bij Scheveningen in de buurt gaan boksen. Of misschien toch bij de Frederikslaan. Ik ga of daar gaan boksen. Of toch toevallig bij... Frederus. Oh ja. 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 Dat, en dat is ook iemand die ook in Wolfhuis woont. Dat zal ik wel misschien even kijken of ik met hem eventjes een filmpje kan maken. Kan hij een beetje uitleggen. Maar ik zit nu hier naar buiten. En ga een beetje praten. En wat ik wil, wat misschien wij willen. En dat ik uit kan komen. Ja. Dus ja, kijk er. De ander is al dichterbij, hè? Een soort van dichterbij. Ja, die ander is dichterbij. Alleen deze heeft een directe verbinding met de tram. Dat wel, ja. Deze ja, is gewoon één. De tram instappen en de tram uit en je bent daar. Ja, en die andere is. Moet je wel een keer. Is dichterbij, maar dan moet je weer een overstappen. Dus het zou misschien wel om het even zijn. Maar waar jij je fijn bij voelt. Hè, ja, ik vind het irritant overstappen, maar dat is, ja, vind ik dit veel lekkerder. Ja. Maar die andere is dus van die jongen die ik ken. Ja. En die is volgens mij meer richting NAA of niet? Maakt het niet uit, allebei. Ja, dit is boksen met Parkinson en dat is ook een afsplitsing van NAA. Ja, precies. Ja. Alleen. Ja, het is echt waar jij je prettig bij voelt. Want ja. Ik weet bijvoorbeeld wel dat de bokstrainer hier zo, die ken ik zelf ook. Daar heb ik ook zelf boksles bij gevolgd. Mm-hmm. Die zit, omdat ook bij mij in de sportschool zit. Hij is gewoon een hele aardige vent en die kan echt goed motiveren. En ja, ik vind hem gewoon een hele prettige leraar. En dus ik hoop jij ook als je misschien hier gaat boksen. Ja, precies. En hoe die andere bokscoach is, geen idee. Die zal waarschijnlijk ook hartstikke leuk zijn. Maar ik weet alleen uit mijn eigen ervaring dat hij hier gewoon top is. Ja, okay. Gaan we het zien? Ja, we gaan het zien. Ja, dan gaan we dus heel snel naar snel op het belletje wachten. En dan gaan we snel zien wat beter is. Maar we gaan ervoor gewoon.